Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze video. Ja, gewoon een video. En ik ga vandaag een mini shoplog opnemen. Ik ben vandaag naar Ik ben niet naar Rotterdam geweest. Oké, opnieuw. Ik ben vandaag naar Roermond geweest en daar heb ik een paar spullen gekocht. Maar niet heel veel of zo, dus dit wordt dus ook een mini shoplog. Ik begin denk ik met de kleding, want dat is het minste. En daarna ga ik dan door met de schoenen. Ik heb... Overal zit trouwens nog een kaartje aan omdat ik vandaag ben geweest. Ik heb een korte broek gekocht. Volgens mij is die ook een beetje high waist, maar ik weet niet zeker. Het is gewoon een zwarte korte broek, net zoals in de vorige shoplog. Maar ik heb gewoon wat met zwarte dingen. Dan heb ik dit korte broekje, of ja, sportbroekachtig iets van de Adidas, van Adidas ding. Zit ook heel lekker, is beautiful. En het was 20 euro en deze was 10 euro, dit broekje. Ik zal het wel onder in de dingen zetten. Dit jurkje heb ik gekocht. Je ziet het niet heel goed, maar ik laat straks wel beelden zien van hoe het allemaal staat en zo. En dit jurkje is van... Oh ja, ook van de H&M gewoon. En hij was iets van de 36 euro of zo, 20. Wacht, het staat hierop. Oh, het was 30 euro. Dan gaan we over naar de schoenen. En ik heb 3 paar schoenen gekocht, wat best wel veel is, want ja. Oké. Dan heb ik deze schoenen. dus het is een gewoon normale zwarte schoen met plateauzool. Klinkt. Ik vond hem heel leuk. En ik heb al zo'n soort schoen, alleen die is te klein geworden. En zonder plateau, dus ik weet niet. Hier ben ik dan wel blij mee, want het is leuk. Ja! Dan heb ik deze 2 schoenen en ik vind ze zelf eigenlijk niet heel leuk of zo, maar ik kan ze op zich wel ergens bij dragen. Ze zijn wit of ja, ik weet niet, beige-achtig met bloemetjes erop. En eigenlijk wou ik ze aandoen naar de bruiloft, maar ze zijn afgekeurd. Maar het maakt ook niet heel veel uit, want ze waren maar 10 euro. Dan heb ik het laatste, last but not least ofzo, of in ieder geval laatste, maar in ieder geval niet slechtste ofzo, ja, het boeit me allemaal vrij weinig. Dit zijn, soort, ja, dit zijn van Sketcher, eigenlijk voor oorspronkelijk ofzo, maar we zagen ze bij een andere winkel, omdat ze bij Sketchers niet meer hadden. En ze zijn met gevlochten-achtig iets, en dan wit aan de onderkant en zwart aan de bovenkant. En ze zijn erg leuk en je kan het gebruiken als oorbel. Oh nee. Het zou wel vet zijn eigenlijk als je schoenen droeg als oorbel. Ik ga het proberen. Kut. Hij wil geen oorbel zijn. Oh ja. Bedankt ik jullie voor het kijken naar deze video en doei! ja, oh nee, wacht, eventjes gewoon een typische outro doen. Like deze video als je hem leuk vond of geef een duimpje omhoog of zo. Ik wil doe iets wat aangeeft dat je hem leuk vond. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan natuurlijk, want
ik ben leuk. Oké, nee, was een joke. Maar ja.